Ja, ik sta hier bij Marjan Holyhoek. In het dagelijks leven ben je hier directeur van begraafplaats Beukenhof. Maar in je vrije tijd doe je hele andere dingen en nobele dingen. Ja, in mijn vrije tijd 2 keer per jaar zo'n beetje ben ik te vinden in Senegal. En daar doen wij wat ontwikkelingswerk op het gebied van gezondheidszorg en scholing. En we hebben daar al schooltjes neergezet. We zijn druk bezig met toiletjes te bouwen, zodat de kindjes niet meer in de school of in het veld hoeven te plassen en te poepen. Gezondheidszorgprojecten. We hebben een hele gezondheidspost gerenoveerd. En dankzij heel veel lieve donateurs. Ja. Dit jaar ben je naar... je zit... Naar wie zwaai je? Ja, ik zwaai even naar een collega van mij die daar aankomt. Ja. Afgelopen jaar ben je in september weer naar Senegal geweest. En je hebt daar je project een beetje gefilmd, hè? Ja, in september zijn wij een weekje geweest. En hebben kort weer de gesprekken gehad met betrokkenen, autoriteiten, gezondheidszorg, ministerie van Onderwijs. En even de voortgang gevolgd en weer even overleg gehad en ook natuurlijk weer even de boeken gecontroleerd. Ja. En wij sturen nu aanstaand voorjaar weer een container. Het wordt de tweede. In november 2006 hebben we er een naar Senegal verscheept. En ja, die zat vol met kleding, computers van dealer, medische spullen. Dus ja, dat willen we nu weer gaan doen. Dus ik doe eigenlijk een oproep aan alle Schiedammers om te kijken of zij misschien kinderkleding hebben. Kleding voor jongeren en natuurlijk geen winterkleding, want het is daar altijd zomer. Misschien iets van oude crossfietsen. Het ligt daar alleen maar zand, dus met een crossfiets, dikke wielen, komen ze ook een end. En ja, dat hoop ik van harte, ja, dat ze mij willen steunen. Dan ga je een container aanschaffen. Mag ik mee naar de containerwinkel? Nou, als jij dat leuk vindt, zou ik dat heel aardig vinden van je. Ik ga donderdag ga ik naar en daar ga ik een container uitzoeken. Dus je bent hartstikke welkom, vind ik nog leuk ook. Maar we gaan eerst kijken naar hetgeen je gefilmd hebt in afgelopen 2007 september. 2007, ja, klopt. We gaan samen kijken, dankjewel. Oh, yes. Oké. Okay. Bravo. Merci beaucoup, merci beaucoup. De marteau. Attends-moi. De marteau. De marteau. Samba et le. De marteau. Samba et l'espoir de l'Afrique. Madame. Hier zie je eigenlijk heel veel notabelen. Het hele dorp is uitgelopen en alle notabelen die zijn uitgenodigd, zoals comité ruraal, de prefet, de sous-prefet, de gouverneur zagen we daar net voorbij. Dit zijn verantwoordelijken voor de leerlingen. Een hoop leerkrachten zien we daar, zie ik daar zitten. En ook kijk, Fondation Marabout de Barberie, dat hebben ze op de nieuwe schooltje geverfd. En Complex van Dalen, dat was 2 jaar geleden de voorzitter van de Rotary Schiedam de Veste. Onder zijn leiding is er een rally georganiseerd waarmee geld bijeen is gereden, zeg maar, om dat hele complex neer te zetten. En vandaar dat ik het leuk vond om het naar hem te vernoemen. En deze meneer die staat van alles en nog wat te vertellen over wie we zijn, wat we gedaan hebben en de waardering die dit hele dorp heeft voor wat we daar gedaan hebben. Oké, dit is monsieur Amadou Diop en hij is de chef de village, ofwel in het Nederlands de burgemeester van het dorp Mouit. En hij zal als eerste gaan spreken en zijn dank betuigen en voor alles wat we dan voor hun gedaan hebben. Ze delen ook cadeautjes uit aan iedereen die daar iets mee te maken heeft gehad. En wij hebben zelf een zo'n echte Senegalese klederdracht, zeg maar. Zoals ze daar lopen, hebben wij ook gekregen. Dat hebben we ook aangetrokken als teken van respect ook naar die mensen toe. Want het is toch een volk wat heel erg leeft vanuit respect voor de ander. Samba, samba, samba.
Ze hebben niks, maar kleding, werkelijk waar, daar, ze zijn zo schoon. Maar ze hebben gewoon niks. Ik denk, als ze dat ook niet meer hebben, Wiebe, hè, ze hebben geen middelen en mogelijkheden zijn heel beperkt. Maar als ze dan die kleding, daar geven ze zichzelf toch een bepaald soort status mee. En ja, dat is toch wel heel fijn. Volgens mij komt daar de container aan. Heeft ook nog heel wat voeten in de aarde gehad. Omdat als wij een container vervoeren, dan ziet dat er eigenlijk wel heel anders uit. In de haven hebben ze inderdaad een kraan die op de auto bevestigd zit om die container er weer af te halen. Nou, als deze auto zo de hoek omgaat, dan zie je eigenlijk wat ik bedoel. Want er zit geen kraan aan en de auto is gewoon... Ja, niet geschikt eigenlijk voor dit vervoer. Hij is ook veel te groot. Dus we hebben ook heel veel problemen gehad uiteindelijk. Dat was op dit moment nog niet duidelijk om die container er uiteindelijk af te halen. Nou, dat zien we misschien straks nog even. Dat is wel grappig. Nou, dit is onze coördinator. Die heeft 4 dagen in Dakar is die bezig geweest om die container vrij te krijgen uit de haven. Uiteindelijk is dat gelukt, ook zonder smeergeld. We hebben wel misschien een stuk of 125 stempeltjes moeten halen. We hebben echt van hot naar her zijn we gestuurd. Van ministerie tot vervoersbedrijven tot, nou je kan het zo gek niet opnoemen. Uiteindelijk zijn wij vertrokken naar de plek, omdat die officiële opening van dat... complex van Dalen gepland stond en hij is achtergebleven en heeft ervoor gezorgd. Kijk, nou, zo wordt het vervoerd. Het is, ja, het is gewoon... En de dankbaarheid dan van die mensen dat daar in dat dorp, in hun dorp, een container binnenkomt rijden met materiaal voor hun schooltje. Nou, dat is... Daar krijg ik nu zelf weer kippenvel van. Wanneer wordt die container... Die gaan ze zo de dag daarna gaan ze hem dan uitladen. Omdat we hem natuurlijk vol niet van die kar af kunnen krijgen. Dus die moet leeg zijn. Dus vandaar dat die eerst gelost wordt. En dan hebben we naar een manier moeten zoeken om hem eraf te krijgen. Nou, dat was met autokriks eronder. En dan stalen buizen dat we misschien eraf konden rollen. Nou, alles is mislukt. Uiteindelijk hebben we gewoon stalen kettingen gepakt. En die om de 4-wiel aangedreven auto die wij hadden gehuurd, die we overigens altijd huren als we die richting uitgaan, hebben we hem eraf getrokken. En nou, hier gaat die container open, allemaal zo nieuwsgierig. En nou, daar zie je heel wat handel. Hij was helemaal afgeladen. Het meubilair van de christelijke basisschool Ketel, een deel ervan. Hebben zij beschikbaar gesteld voor deze nieuwe complex van Dalen. Je ziet hier nog een beeldscherm. Hij zat ook vol met, ik denk ongeveer 15 computers van Schiedam. En hier komen de heren notabelen toch eens even kijken. Hier zie je de Amadou Diop weer rechts. En allemaal heel nieuwsgierig. Wat zit erin? Nou, op een gegeven moment gingen ze met z'n allen graaien in die container. Dus... mijn partner Arno van Winden, die zei op een gegeven moment, ho, stop. Die is inderdaad gaan coördineren en heeft alles aangegeven, zodat anderen het alleen maar naar het schooltje toe konden dragen. Waar zijn de vrouwen gebleven? Ja, vrouwen die trekken zich dan wat terug. Die zijn wel op allerlei andere officiële gelegenheden of aangelegenheden met bijeenkomstjes aanwezig. Eigenlijk voornamelijk dan juist vrouwen ook. Maar dit is toch mannenwerk. Er moet gesjouwd worden en
Het is maar goed ook. Ik denk dat ze ook de kinderen, want het stikt daarvan de kinderen. Maar als je dus hier al die kinderen om je heen had gehad, nou dan zijn het net piranha's. Zo voelt dat. Ze plukken aan je, ze trekken aan je. Ze willen van alles van je hebben. Dus ik denk dat deze mensen ook hun kinderen hebben gewaarschuwd van denk erom. Je blijft bij mama of waar dan ook. Maar kijk, het is vrij rustig. Terwijl als je ergens aankomt met je auto, nou, je kan amper uitstappen. Nou, hier gaat wat kleding al eruit. Touwen gaan los. Hij zat werkelijk helemaal vol. En het is allemaal gebruikt. Ze hebben het, want we zijn natuurlijk nu... in september ben ik daar naartoe geweest een week om toch weer even alles te bekijken. En alles is in gebruik. Het meubilair, het schoolbord hangt, de computers. Want dat was natuurlijk nog even afwachten van ja, oké, dan kunnen we daar wel computers heen vervoeren. Maar wat doen ze, dat is het oude meubilair. Maar wat doen ze nou met die computers? Het is wel de bedoeling dat ze er ook iets aan hebben. Nou, er staat zelfs een computer op het ministerie van Onderwijs. Heel trots, alles werkt, dus daar hebben ze ook echt... Dat is hun project geweest. Hebben zij dus ook voor gezorgd dat ze iemand erbij hebben gehaald. Die dat hebben ja, mogelijk gemaakt. Dat dat inderdaad ook daar functioneert. Dus dat is wel heel leuk. En zeker ook goed om dan toch met dit soort dingen door te kunnen gaan. Kijk, je moet het uitproberen voordat je überhaupt kan zeggen van we gaan verder. Nou, sowieso met bouwen kan je verder gaan. Maar met containers vervoeren, ja, dat moet dan toch wel zijn nut hebben. En de kosten, want het is natuurlijk ook wel gevraagd van ja, kan je niet beter daar dan schoolmeubilair laten maken? Maar het meubilair wat we nu vervoerd hebben, dat is een ja, dat is gewoon zo degelijk en goed. En de kosten die zijn hoger als je daar inderdaad meubilair had willen maken, dan dat we nu de container vervoerd hebben. En we hebben het natuurlijk volgepropt met andere dingen. Heel veel zakken met kleding. Dit is overigens een toiletblok. Dat is bij elkaar gevoetbald door het jeugdtoernooi van VVK. Kijk, daar hebben ze het ook neergezet. VVK is voetbalvereniging Ketel. En in mei hebben ze een tweede AJA van Winden jeugdtoernooi georganiseerd. En de opbrengst is voor onze stichting geweest. En daar hebben we het toiletblok mee kunnen bouwen. Marjan, we staan bij een groot containerbedrijf in de Waalhaven en het moment is weer gekomen, want jij gaat weer een container kopen voor Senegal, hè? Tweede container, inderdaad. En ik ben nu in gesprek met Rodi Balk van om te kijken of we een mooie container kunnen kopen hier, die naar Senegal verscheept gaat worden. Die hebben we, als het goed is, voor jou kunnen regelen, zoals we besproken hebben. En we hebben verschillende types hier staan. 20 voet, 40 voet, koelcontainers, etc. Maar ik heb begrepen dat jij een 20 voet container nodig hebt voor je project. Dus daar gaan we even naar kijken wat we geschikt voor je hebben. Ja, nou dat is fijn. Er moet in ieder geval heel veel schoolmeubilair in. Zakken met kleding, oude computers of in ieder geval oud, niet ouder dan 4 jaar. En andere materialen. Dus laten we maar eens gaan kijken. Is goed? Ja. Hier staan we bij de 20 voet container. Klopt, dit zijn de 20 voeters, ja. En hier zou dus een container bij staan die ik zou kunnen kopen via jullie. Ja, dit zijn verschillende types die we verkopen. Je kan eigenlijk uitkiezen wat je denkt nodig te hebben. Deze container hier, vind je dat wat? Nee, natuurlijk niet. Dat vind ik helemaal niks. Maar kijk, hij is helemaal verroest. En ik, als die op de... Die is ook volgens mij helemaal niet zeewaardig.
Ik zou meer iets voelen voor die rooien daar. Zou dat kunnen? Ik wist dat je zo ging reageren. Klopt, deze container is inderdaad niet goed. Wat we inderdaad voor jou in petto hebben is een container zoals die hierboven staat. Dat is een nette kwaliteit voor een gebruikte container en goed te gebruiken voor jouw project. Nou, dat is mooi. Dat lijkt ook op die container die we al eerder vervoerd hebben met 80 zakken kleding. Heel veel schoolmeubilair, medische materialen. En nu zoeken we eigenlijk weer dit soort artikelen. Dus mensen die dat mogelijk nog ergens in de schuur hebben staan, die kunnen ons altijd even bellen. En ik ben blij dat we eruit zijn. Dus deal? Hartstikke mooi. Nou, alsjeblieft. Perfect. En veel succes ermee. Dankjewel, dankjewel. Maar Jan, weet je wat ook zo leuk is? Dat die mensen in Senegal, als die container leeg is, dan knippen ze hem een beetje open. Hè? Dan maken ze er een deur, snijden ze in of zagen ze erin en ze maken er wat van. Hè? Ja, we hebben eerst gekeken of dat inderdaad haalbaar is voor die mensen om hem daar te laten. Dat ze er dan echt iets mee gaan doen. Want als hij daar voor oud vuil langs de weg blijft staan, ja, wie dien je daar dan mee? Maar ze hebben hem nu, de eerste container hebben ze helemaal verbouwd tot winkeltje. Ze hebben er een raam in gemaakt en een deur. En ze gaan er echt dingen in verhandelen. En ook die 80 zakken kleding hebben ze al kunnen verkopen voor een heel klein prijsje. Maar het betekent wel dat een ander weer in zijn levensonderhoud kan voorzien. En dat willen we eigenlijk nu weer gaan doen. Dus dat gaat goed. Komen er wel meer mensen vragen om één container? Is dat bijzonder? Dat komt wel voor, ja. Het is vaak voor dit soort gelijke projecten. Dat mensen er toch voor liefdadigheid, dat het een stichting is of een vereniging die iets wil doen voor een ander, een goed doel. En dat komt voor. En dan zoeken we ook een container uit die geschikt is voor dat project. En we proberen daar zoveel mogelijk, voor zover wij kunnen, in te helpen. Dat we ook een stukje bijdragen aan het geheel uiteraard. En wordt het dan een heel goedkoop prijsje of geef je hem weg? Een heel goedkoop prijsje. Weggeven is helaas niet meer mogelijk. Dat deden we vroeger wel eens. Maar omdat er toch verschillende instanties zijn die dit doen, is het helaas niet meer mogelijk. Dus we proberen wel scherp te assisteren, zal ik maar zeggen. Wanneer ga je weer naar Senegal met je nieuwe splinter glimmende container? Nou, ik ben zelf in september, eerste week van september, in Senegal geweest. En het is nu de bedoeling dat de container in maart, in het voorjaar, verscheept wordt. En wij vervolgens ook weer in september daar naartoe gaan om te kijken of dat ook allemaal dan weer op zijn plek terecht komt. Beste Schiedammers, ik doe hierbij een oproep aan u allen om iets bruikbaars voor de container weg te geven of misschien een kleine financiële donatie aan ons te doen. U steunt daar de mensen in Senegal, met name de kinderen, heel erg mee. Kijk dan voor meer informatie op onze website www.maraboudebarbarie.nl. En ik weet zeker dat u iets kunt missen. Alvast heel hartelijk bedankt en op zijn Frans, merci beaucoup. Thank you.